De laatste tijd heb ik er weer erg veel nieuwe kijkers bij gekregen, nieuwe abonnees op het kanaal. Ten eerste bedankt daarvoor voor het abonneren. En op zich had ik al een jonge doelgroep, zeker voor de onderwerpen die ik behandel denk ik. Want veel van jullie zitten tussen de 20 en 30 jaar ongeveer. Maar er zijn ook af en toe echt uitschieters ver naar beneden. Hele jonge kijkers die ooit zelf al 12 zijn en met dit soort onderwerpen bezig zijn. En juist die jonge kijkers, tot en met een jaar of 18, krijg ik regelmatig vragen van hoe kunnen wij nou beginnen? We zijn nog geen 18, wat kunnen wij doen om vast te beginnen met beleggen en investeren? Hoe kunnen wij nou aan onze toekomst werken, omdat we nog minderjarig zijn en dus niet alle mogelijkheden hebben die jullie volwassenen hebben? En juist de mogelijkheden voor die jonge kijkers wil ik in deze video gaan behandelen. Wat zou ik nou doen als ik nog geen 18 was en zou beginnen met investeren en beleggen? Had ik het maar gedaan op die leeftijd, dan had ik echt een enorme sprong voorwaarts gemaakt, zeg maar. Dus alleen maar goed dat jullie ermee bezig zijn. Die onderwerpen, zoals gezegd, gaan we in deze video behandelen. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud. Op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over dit soort onderwerpen zoals persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Vind je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog en abonneer je op het kanaal wanneer je nog meer van dit soort video's wil zien. Dat kun je hieronder doen. Dan gaan we nu beginnen. En we beginnen al met de vraag, wat zegt de wet in het geval van als je nog geen 18 bent, oftewel minderjarig? Want het is denk ik wel belangrijk om juist met de wet te beginnen, om te gaan kijken wat de wet hierover zegt, aangezien deze de doelgroep specifiek noemt en ook een toelichting geeft. Minderjarigen zijn in beginsel alleen bevoegd zelfstandig rechtshandelingen te verrichten met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Rechtshandelingen zijn handelingen waardoor rechten en plichten ontstaan, zoals kopen, huren en geld lenen. De wetgever probeert aan te sluiten bij de praktijk van alle dag. Daarom wordt toestemming verondersteld gegeven te zijn in gevallen waarbij het dagelijks leven gebruikelijk is. Zoals bijvoorbeeld het kopen van een buskaartje, een filmkaartje of een schoolboek. Dan zul je zien dat investeren en beleggen vaak bij dat eerste gedeelte hoort waar je toestemming nodig hebt van rechtsvertegenwoordigers, van je ouders of van je voogd. Want dat hoort een beetje in de categorie geld lenen zoals die benoemd werd in deze video. Maar er zijn dus zeker wel mogelijkheden om alvast te beginnen op een jonge leeftijd. En dat is dan ook het volgende onderdeel van deze video. Wat zijn deze mogelijkheden? En dan gaan we in dit onderdeel verschil maken tussen wat als je ouders nou volledig meewerken, of wat juist als je ouders niet helemaal meewerken. Want zoals we hebben gezien, je hebt vaak toestemming of vaak, je hebt eigenlijk altijd toestemming nodig van je ouders in dit soort situaties. Dus het is op zich wel belangrijk dat je verschil gaat maken tussen de mogelijkheden wanneer ze nou wel of niet mee willen werken. En natuurlijk zullen bedrijven die met dit soort zaken bezig zijn, omdat het financiële dingen zijn, vaak best wel verplichtingen ook en een behoorlijke impact kunnen hebben, dit altijd gaan verifiëren. Dus zorg ook dat je altijd echt met je ouders dit soort stappen gaat ondernemen. En de eerste mogelijkheid is dan een kinderrekening bij Brand New Day. Zoals jullie misschien wel weten gebruik ik Brand New Day juist voor pensioenbeleggen. Dus juist als je aan het einde van je leven bent, zeg maar. Maar ze hebben ook zeker producten voor gedurende die tijd ervoor eigenlijk. Dus ook als beginner zijnde een kinderrekening. Nou klinkt kinderrekening natuurlijk wel heel erg kinderachtig aan de ene kant. Maar daar is het eigenlijk ook voor bedoeld. Het is eigenlijk bedoeld dat ouders en misschien ook grootouders of familieleden daarin geld schenken eigenlijk. Want elk jaar mag jouw ouder, opa, oma, tante, iedereen die je kent in principe jouw geld schenken. En dat kan dan belastingvrij. En op die manier kunnen ze alvast een rekening voor jou openen. Die staat in jouw naam, maar wordt beheerd zeg maar, door je ouders. En die komt dan vrij op het moment dat je 18 wordt. En dan beschik je over een behoorlijk bedrag wat je kunt gebruiken voor je studie, voor je huis, noem het allemaal maar op. Maar je kunt deze kinderrekening natuurlijk ook gebruiken in de situatie zoals wij het willen doen. Dat je hem eigenlijk aanvraagt bij je ouders of ze er eentje willen openen. Dan komt die op jouw naam te staan. Je kunt er eventueel zelf geld op storten. Misschien kunnen je ouders of je grootouders of zo ook wel meehelpen. Zeker als je vertelt waarom je het gaat doen. Misschien willen ze jou wel sponsoren en juist steunen om dit soort dingen te beginnen en aan je toekomst te werken. Maar zoals gezegd zal de rekening tot je 18e in het beheer van je ouders zijn. En op het moment dat je dan zelf 18 bent, dan wordt de rekening automatisch van naam veranderd, zeg maar naar jou. Of in ieder geval het beheer van je ouders valt weg. Waardoor je zelf volledig de controle hebt over deze rekening. En je kunt dus zelf beslissingen nemen en doen met het geld wat je wilt. Een tweede mogelijkheid die je hebt is de Giro. Ja, ook een bekende broker en veelal wordt het door individuelen gebruikt. Maar ze hebben ook in het verleden aangeboden dat je zeg maar, als minderjarige een rekening kan openen. Zeker wanneer je samenwerkt en toestemming had van je ouders, van je voogd. Nou, op dit moment is dat niet het geval, maar dat wil niet zeggen dat op het moment dat jij deze video kijkt over een maand of 2 maanden, dat het dan niet meer mogelijk is. Dus ga zeker even kijken bij de Giro. En ik zal trouwens links naar de Giro en Brand New Day onder deze video plaatsen. Maar het heeft ermee te maken dat de Giro op dit moment daarmee bezig is.
Ze zijn wel best strenge wetgeving en ze zijn bezig met een nieuw platform. Dus ze gaan dat verwerken in het nieuwe platform. En hopelijk is het dan snel beschikbaar voor jullie. Maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer als bij Brand New Day. Je opent samen met een rechtsgeldige vertegenwoordiger van jou, een ouder of een voogd dus, een rekening. En op het begin staat die zeg maar op jouw naam, maar wordt beheerd door je ouders. Nou, op het moment dat je 18 wordt, gaat het beheer over naar jou. Is die volledig van jou en kun je ermee doen wat je zelf wilt. Mocht je nou dus samen met je ouders beslissen om bij Brand New Day of bij de Giro, wanneer dat mogelijk is dus, een rekening te openen, zorg er dan voor dat je gewoon heel makkelijk begint, veel spreiding pakt. Dat kan bijvoorbeeld bij Brand New Day bij hun eigen fondsen, wereldwijde fondsen. Kies daar dan juist voor. Of wanneer je voor de Giro kiest, ga voor hun kernselectie, de Vanguard All World Fonds, het VWRL Fonds, het bekende fonds wat over de hele wereld aandelen heeft, dus een hele goede spreiding heeft. Dat is denk ik de beste manier om te beginnen, terwijl je ondertussen nog wat kennis en dat soort dingen opdoet. En dat zijn eigenlijk de twee mogelijkheden, of op dit moment misschien zelfs maar één mogelijkheid die je hebt, om alvast een rekening te openen wanneer je ouders dus met jou samen willen werken. Maar wat nou als je ouders jou niet willen steunen? Misschien natuurlijk willen ze jou steunen in je toekomst, maar niet in de vorm van een beleggingsrekening bijvoorbeeld. Welke mogelijkheden heb je dan? De eerste mogelijkheid is natuurlijk om geld te gaan sparen. Wanneer je nog niet kunt investeren, wil niet zeggen dat je nu nog geen geld verdient en dus geld kunt gaan sparen. Nou weet ik wel dat sparen op dit moment weinig oplevert, maar je kunt in ieder geval vast misschien wel een berg geld zelfs bij elkaar sparen om een goed begin te maken eigenlijk wanneer je 18 bent. En zoals altijd raad ik dan eerst aan om een buffer te gaan bouwen. Normaal zou ik zeggen 3 tot 6 maanden aan onkosten. Nou, grote kans als je nog die leeftijd hebt onder de 18 dat je nog weinig onkosten hebt. Dat zou betekenen dat je misschien, als je 6 maanden spaart, misschien 1000 euro apart moet zetten omdat je nog thuis woont. Nou, in dat geval raad ik eigenlijk toch altijd aan, als het mogelijk is, spaar gewoon 5 tot misschien wel 10.000 euro. Het is misschien niet de buffer die je nu bij die leeftijd nodig hebt, maar misschien wel op het moment dat je 18 of 20 bent. Dan is in één keer je situatie veranderd en heb je in ieder geval die buffer vast op zijn plek zitten eigenlijk. Ga ook zeker sparen voor dingen die je in de toekomst wil doen. Dus wanneer je misschien wel gaat studeren, wil je misschien wel op kamers gaan zitten of al vroeg het huis uit, dat zou ook zomaar kunnen. Of je wordt 18, je begint aan je rijbewijs en op het moment dat je je rijbewijs hebt, ga je meteen een auto kopen. Hou daar allemaal rekening mee. En wanneer je nog niet kunt investeren of beleggen, kun je het in ieder geval versparen voor die doelen. En als je dus je buffer en je doelen eigenlijk bij elkaar gespaard hebt en je zou om welke reden dan ook nog steeds geld over hebben elke maand, ga dat dan vast apart zetten voor op het moment dat je 18 wordt en dus wel mag gaan beleggen. Dan heb je in ieder geval vast geld wat je in één keer erin kunt steken en vast een best prima start kunt maken, denk ik zo. Maar het houdt natuurlijk niet op bij geld sparen. Je kunt nog veel meer dingen doen. De volgende stap is kennis opdoen. Je bent op dit moment al deze video aan het kijken, dus dat is al een goed begin. Zorg ook zeker voor dat je deze video een duimpje omhoog geeft en abonneert op dit kanaal, dat je nooit meer een video mist. Maar je bent dus al volop met deze dingen bezig, met deze onderwerpen. Dus automatisch doe je al kennis op als je deze video's kijkt. Maar misschien zijn er ook mensen in je omgeving, waarschijnlijk geen vrienden, maar wel in de familie bijvoorbeeld, mensen die al ervaring hebben met beleggen. Mogelijk kun je daarmee spreken. Ze zullen niet altijd alles willen vertellen, maar soms ook wel. Hangt een beetje af van of ze het goed doen of dat het minder is gegaan de laatste tijd bijvoorbeeld. Maar wil je nou ook andere mensen spreken, kan ook bij ons in de Discord chat. Heel veel mensen die vragen hebben, antwoorden misschien wel hebben omdat ze ervaring hebben, die delen dat allemaal daar. En een link naar onze Discord chat vind je onder deze video. En als je hiermee bezig bent, dan weet je ook vast het verschil wel tussen actief of passief beleggen. Passief, zo min mogelijk tijd erin steken, dus misschien keuzes maken van verschillende indexfondsen of ETF's. Of wil je misschien actief gaan beleggen op langere termijn, dat je aandelen kiest, dat je bedrijven gaat onderzoeken natuurlijk voordat je ze koopt. En uiteindelijk als je een goed bedrijf hebt gevonden, dan dus pas aandelen gaat kopen. Daar kun je ook natuurlijk alvast mee bezig zijn van welke strategie past bij mij. En dat is eigenlijk ook het volgende stap. Maak alvast een plan voor jezelf. Hoe wil jij het gaan aanpakken op het moment dat je kunt gaan beleggen? Hou er ook rekening mee met hoe de markt dan heeft gereageerd. Wat nou als de markt tot die tijd allemaal door blijft stijgen en jij denkt van ja, dit is zo'n hoog punt. Binnenkort komt er een crash, dus wat ga je dan doen wanneer je op dat moment in zou kunnen stappen? Of juist andersom, wanneer er net een crash is geweest en in één keer de helft, iedereen zeg maar die belegd heeft, de helft van zijn vermogen is kwijtgeraakt. Hoe kijk jij er dan tegenaan? Heb jij genoeg kennis om misschien te begrijpen dat het op lange termijn wel weer terugkomt? Of reageer je in één keer van ja, ik wil helemaal niet 50% van mijn vermogen verliezen. Investeren of beleggen is misschien wel helemaal niks voor mij. Dat je nog niet bezig bent met investeren en beleggen wil niet zeggen dat je op dit soort informatie vast op kunt doen, neer kunt schrijven in een vorm van een plan voor jezelf, dat je eigenlijk goed voorbereid bent, dus wanneer je 18 wordt. En als je dit plan dan aan het schrijven bent, welke verdeling hou je dan aan in de toekomst? Ben je iemand die passief gaat beleggen en dus al je geld in fondsen of ETF's steekt?
Of wil je meer actief gaan beleggen, misschien met een klein gedeelte van je portfolio? En hoeveel percentage is dat dan? Is dat 5%? Is dat 10% waarmee je wat meer risico wil nemen? Welke bedrijven vind je interessant? Welke sectors? Kun je die bedrijven nu alvast onderzoeken dat op het moment dat je dus 18 of 19 bent en een goed moment zich voordoet, dat je dan genoeg over een bedrijf weet om de juiste beslissing te nemen? Dat zijn allemaal dingen die je niet hoeft uit te stellen tot je 18 bent. Die kun je ook nu al doen, nu je 16, 17 bent. En die je dus kunt gebruiken op het moment dat je wel die beslissingen en die investering mag maken. En mogelijk als je dit plan geschreven hebt, kun je wel je ouders overtuigen. Want met de kennis die jij dan in die maanden of misschien zelfs wel jaren op hebt gedaan, heb je een plan gemaakt. Dit kun je laten zien aan hun, dat het niet zomaar iets is, maar dat je er echt tijd in hebt gestoken, dat je weet wat je doet. En dat je dan bijvoorbeeld ook een doel hebt, iets wat je wilt bereiken in de toekomst. Misschien is het puur omdat je het leuk vindt. Aan de andere kant is het misschien omdat je eerder op wilt houden met werken. Of misschien omdat je je huis sneller af wilt betalen en op die manier meer tijd met je gezin of met je familie door kunt brengen. Allemaal dingen waarmee je misschien je ouders wel kunt overtuigen om jou toch die toestemming te geven en samen een rekening te openen. En vergeet dan ook zeker niet te vermelden wat een paar jaar verschil kan maken op de lange termijn. Ik heb er al eerder een video over gemaakt. Die ging toen over het verschil tussen 25 en 35 jaar. Dus wanneer je op je 25ste begint of op je 35ste. Welk groot verschil dat zeg maar op de toekomst heeft. En misschien juist wel als je voor je 18e kunt beginnen in plaats van met je 18e of iets daarna, dat dit best wel grote impact kan hebben op de lange termijn. En als je ouders dan ondanks dit alles nog steeds niet meewerken, ja, dan is het jammer. Dan heb je in ieder geval de beste start, denk ik, die je kunt maken. Je hebt je zo goed mogelijk voorbereid en is het dus gewoon nog even wachten tot je 18 bent. Maar dat wil zeker niet zeggen dat het daar ophoudt, want jij kunt zeker ook gaan werken aan een passief inkomen. Want je hebt als scholier of als student zeker wel veel vrije tijd. Al denk je misschien wel niet dat het zo heel veel vrije tijd is en dat je een heel druk leven hebt. Dan kom je later nog wel achter dat je als student eigenlijk je beste tijd hebt. En je hebt dus zeker ook de vrije tijd om te investeren in een passief inkomen, om dat alvast op te bouwen. Je kunt natuurlijk een YouTube kanaal beginnen, dat is zeer populair. En je bent al op YouTube actief, want anders had je deze video niet te kijken. Ook ik merk dat er best veel van mijn kijkers inmiddels zelf al iets begonnen zijn. Wel vaak helaas financiële kanalen, zeg maar, dus een beetje concurrentie is het wel. Maar ja, het is ook wel leuk om te zien dat op die manier mensen die ik wilde motiveren in ieder geval de stappen ondernemen om iets op te bouwen. Maar probeer ook juist iets anders. Ik ga kijken welke kanalen er in de wereldwijd wel zijn, maar bijvoorbeeld niet in Nederland. Dat is ook wat ik heb gedaan. Er waren genoeg Engelstalige kanalen over financiën, maar die waren allemaal Engelstalig ten eerste. En eigenlijk gericht op de Amerikaanse markt. Dus als Nederlanders was het al moeilijk om het te volgen. En als je het al begreep, dan was vaak de wetgeving en de regels die besproken werden niet van toepassing op Nederland. En dat is eigenlijk een van de redenen, misschien wel de grootste reden geweest ook, dat ik dit kanaal ben begonnen om juist die Nederlandse mensen, de Nederlanders, te informeren over dit soort onderwerpen. Dus probeer zoiets te zoeken. Kijk wat in het buitenland werkt, maar wat misschien nog niet in Nederland is. Of kijk waarvan een Nederlandse website is, maar nog geen YouTube kanaal bijvoorbeeld. Want als de website er is en daar zijn veel mensen op actief, veel Facebook volgers, weet ik allemaal hoe je het kunt doen. Misschien wel het aantal nieuwsbriefabonnees dat je kunt zien. Als je weet dat daar genoeg mensen actief zijn, maar er is nog geen YouTube kanaal van, start dan een YouTube kanaal. Dan kun je misschien weer andere mensen van die doelgroep bereiken. Maar je weet in ieder geval dat er altijd mensen op zoek zijn naar dit soort informatie. En dan pak ik YouTube er natuurlijk uit omdat ik daar zelf op actief ben. Maar denk ook aan Snapchat, Instagram, een website, een blog beginnen. Allemaal onderwerpen waar ik ook mee bezig ben. En die denk ik zeker voor de jeugd onder ons ook steeds populairder zijn. Dus maak er gebruik van. Die platformen zullen in de komende jaren nog groeien. En als je een van de eerste bent die ergens actief is, ja, dan kun je zomaar heel erg groot worden de komende jaren. Dus gebruik juist die vrije tijd die je nu hebt als student zijn, als scholier zijnde, om iets op te bouwen. Het wil zeker nog niet zeggen dat je er nu al geld mee moet verdienen, maar bouw gewoon iets op met iets wat je leuk vindt. En dat misschien op de langere termijn dat je er een verdienmodel aan kunt hangen. Mocht het nou zo zijn dat je al kleine vergoedingen krijgt, misschien vanuit YouTube, omdat je de kijktijd haalt. Of misschien heb je ergens een deal kunnen maken, een sponsordeal. Nou, dan is dat leuk en dan kun je het gewoon op je rekening zetten. Het kan ook zomaar zijn dat het wel heel erg populair wordt. Dat je in één keer heel veel geld ermee kunt gaan verdienen. Nou, dan moet je je eigen inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Op dat moment heb je weer je ouders nodig wanneer je nog minderjarig bent. Maar ja, als je dat kunt onderbouwen waarom je het inschrijven wil doen, omdat je juist er veel geld mee kunt verdienen, misschien dat ze wel weer meewerken. Maar ja, dat is in ieder geval vast. Voor die tijd kun je iets opbouwen waar je misschien voor die tijd al zelfs van kunt profiteren. En anders heb je in ieder geval voor daarna alvast de goede basis neergelegd. En dat is ook eigenlijk de samenvatting van deze video. Er zijn genoeg mogelijkheden om nu alvast te beginnen om te werken aan je toekomst. Ook als je nog steeds geen 18 bent.
Wacht zeker niet af, maar begin gewoon. Dat is eigenlijk altijd de belangrijkste tip. Ik heb dat zelf ook gedaan. Heel lang uitstellen, maar achteraf gezien had ik veel eerder moeten beginnen. Niet alleen met dit YouTube-kanaal, maar ook met beleggen. Zeker wanneer ik misschien wel op mijn 15e of 16e of misschien wel op mijn 18e was begonnen, had ik ten eerste veel meer geld kunnen verdienen, doordat de juiste investering al langere tijd had gedaan. Maar ook zeker omdat ik sommige verkeerde uitgaven niet zou hebben gedaan. Daar heb ik ook al eerder een video over gemaakt. Ik zal hem hier linken. Bijvoorbeeld alleen een auto kopen kan zomaar op lange termijn, op 30, 40 jaar, een verschil uitmaken van 250.000 euro. Al die fouten bespreken dus in die video. Dus alleen als je al dat soort dingen kunt voorkomen op jonge leeftijd, ja, dan heb je al een enorme stap gemaakt ten opzichte van de rest van je leeftijdsgenoten, zeg maar. Dat is dan ook de laatste tip die ik je mee wil geven in deze video. Bedankt voor het kijken. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Heb je nog vragen of opmerkingen, kun je natuurlijk onder deze video achterlaten. Of zoals gezegd naar onze Discord chat komen. En als je nog steeds aan het kijken bent, is het waarschijnlijk een interessante video geweest. Ik maak 2 video's in de week over dit soort onderwerpen. Over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus ben je nog geen abonnee, maar wil je geen 1 video meer missen? Klik hieronder op abonneren en op het belicoontje. Dan krijg je altijd weer een melding als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik je graag in de volgende video terug.